Oké. Van wat ik heb gehoord, wilt jij een drone over een stad laten vliegen? Dus een drone over beeld van een stad. Dus wat je wilt is het alpha kanaal eruit halen van wat jij in je 3DS Max hebt. Dus ik ga nu iets gelijkaardig doen. Ik heb hier mijn kijker. En ik wil die in mijn omgeving laten bewegen. Nu, ik heb wel de moeilijkheid dat mijn camera zelf ook nog beweegt. Nu, het is eigenlijk gewoon een zoom-in, dus zo erg is dat nog niet. En dit is wat ik als achtergrond ga gebruiken. Dus wat jij als achtergrond gaat gebruiken, gaat waarschijnlijk eerder een stad zijn. Of misschien zelfs een video van de stad, dat weet ik niet. Wat ik als eerste zou doen, voordat je gaat renderen, is open je Photoshop. En neem dan uw foto of video, maar video gaat niet lukken. Een foto. En zorg dat je er eigenlijk een soort panorama van hebt. Dat moet niet zo accuraat zijn. Dus we gaan deze even dubbel zo groot maken. Pixels, width. Even kijken. 2560. Nu is het dubbel zo breed. Ik ga die horizontaal. Ik ga alles samenvoegen. Weg, die mag weg. Merge layers. We gaan dan een beetje. Wat we weg doen. Laten we rekenen. Ja, het is niet zo duidelijk, maar het is goed genoeg. De auto misschien ook nog weg doen. Voilà. Wat we nu gaan doen is onder layer image was het, geloof ik. Oké, image mode. Dan gaan we hier naar 32-bit kanaal. Dus dan flatten all layers. Oké.
En we gaan dit doen dan is gaan we file save as. Dan pak ergens, pak achtergrond. We maken daar heel belangrijk een HDR van. Opslaan. Terug naar 3ds Max. Ik ga even mijn save frame uitzetten. En nu gaan we twee dingen doen. Dus we gaan eerst een cilinder maken. Ongeveer in het midden zetten. Ik ga die 64 zijkanten geven. Een hoogte hebben we niet nodig. We gaan een beetje omhoog, niet te veel. Boven de onderkant gaan we weg doen. Mm-hmm. En nu gaan we die HDR inladen. Dus ik pak Mental Ray of je pakt standaard. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, omdat we dat enkel gaan gebruiken voor reflectie. Pakt uw maps, standaard bitmap. Je gaat dan naar uw probat, naar uw achtergrond. Ja, hier achtergrond HDR openen. Dus die heeft al een melding waar je bij andere foto's sowieso niet krijgt. Hier een speciaal melding dat hij weet dat dat een HDR is. We gaan oké. Je gooit gewoon in diffuse. En dit gooien we dan op onze halve cilinder. Ik ga even op shade zetten zodat we kunnen zien wat er gebeurt. Dus nu heb je, hoe gezegd, uw panorama achtergrond. Nu, dat wil je niet uitrenderen, want je wilt dat nadien gebruiken in After Effects. Dus wat we gaan doen is, we gaan deze zeggen dat die niet bij de camera, door de camera gezien moet worden. Of gerenderd wil natuurlijk wel. Je moet geen shadows creëren, je moet er ook geen geven. We willen wel de reflectie ervan, dus op uw drone, als je boven de stad vliegt, geven we natuurlijk dat uw drone reflecties krijgt van de stad, zodat het iets realistischer uitziet. Ik kan dat hier gebruiken voor reflecties op haar huid krijgen of in haar ogen. Dus het staat er wel, maar je gaat het niet zien in de uiteindelijke render. En ook een heel belangrijk is, of een heel handige tip alleszins, voor als je iets zo realistisch mogelijk, plaats een skylight. En in die skylight heb je hier een map. Daarin kun je je HDR nemen en erin gooien. Even teruggaan, ja. Dus neem gewoon je bitmap en sleep die erin. Maak er een instance van. Dus wat nu, door dit te doen, de skylight, en daar uw map te zetten, je gaat proberen 3ds Max de belichting na te bootsen van uw omgeving eigenlijk. Dus dit is zogezegd de omgeving waar dat mijn kijk erin gaat, en die gaat ervoor zorgen dat de omgevingbelichting wordt nagebootst daarop. Nu, dit werkt tot zekere zin, omdat dit is geen echte HDR, en je hebt een echte HDR foto nodig om dat te goed te doen. We hebben hier nu een nep HDR van gemaakt. Dus het is niet 100% zeker dat het perfect gaat werken. Zoals even snel een enkele screenshot uitrenderen. En zien wat dat geeft. Dus dat is nog niet zo slecht eigenlijk. Ik weet niet of je het in de ogen echt de reflectie gaat zien. Voor meer opvallend te maken, omdat ik nu een vrij donkere scène heb. Waarschijnlijk zal dat bij u niet het geval zijn. Kan ik hier self-illumination bij mijn materiaal op 100 zetten. Je ziet het ook in uw viewport dat dat iets lichter wordt.
Kun je hier ook two-sided aanduiden? Dat ben ik ook gedaan. Dat is heel belangrijk. Omdat uw kegel eigenlijk twee zijkanten heeft. Een buitenkant en een binnenkant. En het is altijd zo, uw camera kijkt altijd als hij binnenin een object zit, kijkt hij erdoor. Hier kijkt hij er tegenaan, maar als hij er binnenin zit, kijkt hij erdoor of dat er niks is. Dus je kunt het ofwel omdraaien. Of je zet hier aan two-side. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus we gaan nog eens een keer een testrender doen. Het valt niet zo hard op, omdat het mijn kijker eigenlijk niet echt zo'n blinkende huid heeft, of weet ik veel. We kunnen natuurlijk de huid ervan iets blinkender maken, om echt te zien wat er gebeurt. Dus ik zal bijvoorbeeld dit hier, haar kleed, zal ik eens proberen zo, ja, glossy mogelijk te maken. Dus we gaan de roughness gaan we op 0 zetten. Transparency laten we aan, glossy blijft ook op 1. Hier hebben we de glossiness bij reflectie, die mag ook die gaan we even breken. Dan even weg doen. Reflective, die gaan we dan ook op 1 zetten. Ik ga die even terugzetten. Ik ga gewoon mijn reflectivity vrij hoog zetten op 5 of zoiets. Zodat je wel zeker gaat zien. Roughness op 2. Dat is hoe mooi uw reflectie is. Hoe hoger dat dit is, hoe meer gebroken dat uw reflectie is. Maar ik veronderstel dat je dat al zou weten. Ik ga nog eens een render doen. Je ziet het een klein beetje hier en daar rond, een beetje spikkels, maar eigenlijk nog niet zo extreem hard. Dus ik ga nog een beetje hoger zetten. Ik ga het op 1 zetten. En zien wat dit geeft. Nog niet zo heel veel. Even die en die weg. Nu ziet u ook dat ik een heel blinkend materiaal heb hier. Het kan ook zijn dat ik waarschijnlijk met een photometric light systeem, hier photographic exposure control werk, kan het zijn dat deze natuurlijk weinig uithaalt. Het kan zijn dat je deze multiplier misschien op die moet zetten om er iets van uit te halen. Op 5 of ik weet niet hoeveel juist. Ik ga nog eens proberen. Nu ziet je het wel. Dus nu ziet je dat ik hier reflecties begin te krijgen van mijn kegel hier. Hier ook, zie. Er beginnen reflecties te komen. Maar je ziet het uiteindelijk niet. Nu, we gaan hier een sequence van uitrenderen, want we hebben uiteraard een animatie. Dus even onze renderinstellingen terug openen. En zoals je zei, we werken met MentalRay. En je hebt verschillende tabs. Je hebt je rendering, je hebt je global illumination en je processing, maar je hebt ook je render element. Dit vind ik een heel interessant tab. Ik gebruik die zelf heel veel eigenlijk. Omdat hier kun je eigenlijk zeggen, bij add, kun je zeggen van, ik wil puur mijn karakter en ik wil er geen licht op, geen reflecties op, ik wil er niks op. Of je kunt zeggen van, ik wil enkel mijn reflecties en de rest wil ik niks. Hier kun je perfect aanduiden wat je eigenlijk wilt. Dus welke laag je hebt, wil je licht hebben op je karakter, nadien dan een beetje bijwerken in Photoshop en nadien terug opplakken of noem maar op. Je kunt er heel veel mee doen, maar je kunt hier uiteindelijk ook uw alpha uithalen. Nu, dit is bruikbaar moest je renderen met een JPEG.
Dus hier je pech. Maar ik herinner altijd met PNG. Het feit is omdat PNG veel betere compressiekwaliteit heeft dan JPEG. En PNG heeft ook een hogere bitrate dan JPEG. En alle oppervlakte is, en alle vlakken is eigenlijk gewoon beter ten opzichte van JPEG. En met PNG heb je eigenlijk geen alpha nodig. Dus ik ga nu op PNG renderen. Ik mag doe mijn alpha weg. Ik heb die niet nodig. En ik ga dan dit even uitrenderen. Dus maak er een sequence van, weet ik wel. Ik heb dit al eerder gedaan, dus ik ga dat nu niet opnieuw doen. Dus nadat alles is uitgerenderd, komen we hier in After Effects. Hier kun je File, Import File. En dan kunnen we naar onze render output gaan. En je ziet ook meteen, omdat dat als PNG is, dat een witte achtergrond is. Nu had je als JPEG gedaan, had je een zwarte achtergrond. En dan had je nog een aparte file moeten maken, waar je ook zoals deze, al deze fotokjes, eigenlijk als een alpha opsloeg. Dus we gaan deze PNG's nu importeren. Selecteer enkel de eerste. Dan gaan we dan hier interpret footage main. En hier zit je dan 30 frames per seconde. Hier in 3ds Max kun je ook even zien met wat we deze animatie gemaakt. Deze animatie is gemaakt ook op 30. Moest je op een andere rate zitten van PAL of NTF of kies zelf een frame rate. Maakt niet zoveel uit. Dan verandert dat uiteraard, maar dat kan After Effects niet weten. Dus dat kan het zijn bijvoorbeeld als je film hebt gemaakt 25, moet je hier zeggen 25 en dan past hij dat aan. Nu het belangrijke hieraan is, jij staat hier duidelijk alpha. En dit is enkel bij PNG. Dus je gaat je met JPEG niet hebben, of die JPEG kan er wel staan, maar gaat totaal niks uithalen. Dus je kunt zeggen van, ik heb een PNG gerenderd, maar ik wil toch de achtergrond ervan gebruiken. Dus ik kan dan oké klikken. Ik kan het hier van gooien en je ziet, dat is gewoon zwart. Haalt er niks uit. Nu, dat gaan we niet doen, hè, want zoals je wilt dat er een stad of zoiets onder is, dan kunnen we zeggen hier straight unmatted. Kunnen we hier ingooien. En als je hier toggle, dan kun je zien van dat hij dat mooi heeft uitgeknipt. Dan kun je je animatie spelen en je ziet dan perfect dat dat, ja, perfect dat dat eigenlijk is uitgeknipt. Nu kun je natuurlijk gewoon simpelweg je foto nemen, je originele foto. En je gooit dat in After Effects. Gooi je dat hierachter. Vergroot dat een beetje. Omdat we toch aan het inzoomen zijn, ga ik dat ook een beetje upscalen. Scale. Tot ongeveer hier. En dan gaan we dat een beetje scalen. Misschien een beetje te dramatisch. We gaan ook een beetje positie doen. Maar nu, dit is enkel natuurlijk als jij een bewegend beeld hebt. En ik heb ervan uit dat je dat niet hebt. Als je dat hebt, dan wordt het al een heel pak moeilijker eigenlijk. Dus ik ga even kwaliteit op half zetten. Dus dat ziet er niet zo goed uit, maar dat is een pak sneller om mee te werken. Als je effectief bewegende camera's hebt die je echt extreem bewegen, dan kun je van 3ds Max kun je terug, hetzelfde zoals ik al eerder zei, bij render setup, hier bij render elements, heel geweldige tab,
Kunt jij hier ergens aanduiden dat je je camera specifiek wilt overbrengen naar After Effects eigenlijk? Maar daar zijn tutorials voor op YouTube. Ik heb het zelf nog maar 1 of 2 keer gebruikt, dus ik weet zelf ook niet hoe goed het werkt. Maar als je echt een extreem bewegend beeld hebt en je wilt er toch nog een video kunnen onderplakken, en je wilt niet dat de video de hele tijd verschuift ten opzichte van je object, dan kun je dus je camerabeweging naar After Effects overbrengen en daar verder doen. En dat geloof ik gaat via Z-Dept. Maar ja, de ben ik nog. Z-Dept zelf ken ik, maar de camerabeweging in After Effects ken ik nog niet zo goed. Zoals je nu ziet, hè, dus net zoals je wou. Ja, dat hier uw drone is en hier uw stad, zal ik maar zeggen, of uw beeld van de stad. En zo krijg je dan eigenlijk simpelweg uw alpha eruit. Dus eigenlijk gewoon door het feit, door uw filmsequence op te slaan als een PNG, haalt je sowieso uw alpha er al uit. Als je JPEG doet, of je doet AVI, of andere fileformaten, dan moet je via die render elements gaan werken, want dan moet je hier je alpha aanduiden. Je hebt bijvoorbeeld hier file. Dus ik raad PNG aan, moest je echt via AVI of via MOV werken, dan moet je dat apart gaan doen. Dus ik zou maar zeggen, je wilt specifiek via AVI renderen. En we zeggen save hier. Kwaliteit 100. Render element. En hier hebben we AVI. En dan hier kun je, voordat je dan dit doet, want je gaat niks doen, tenzij je hier elements actief zet. Dus als je testrender zet, kun je uitzetten en dan gaat hij niet doen. En dus oké. Ik ga hier even mijn save uitzetten, dat hij niet begint te saven. Ik ga even hier ook op single. En hier kun je dan ook zeggen van waar dat die alpha moet opslaan. Dus die gaat deze alpha als een AVI opslaan, ook. Als je rendert als een PNG, gaat hij dat als PNG's opslaan. Dus dan gaat hij, net zoals als dat je een, allemaal verschillende foto's hebt van je video, gaat hij allemaal verschillende foto's van je alpha maken. En dus ja, nu staat hij hier op robot gesaved. Maakt niet veel uit. Pak save. Of pak even, ik ga behalve van AVI, ga ik even JPEG pakken, omdat dat dan iets duidelijker is voor u te zien. Dus JPEG heeft ook geen alpha kanaal. Dus we moeten dat apart renderen. Dus als ik nu render, dan krijg ik mijn character. En ik krijg mijn alpha apart, zie. En wat je dan kunt doen in After Effects is, kunt dan zeggen van dit is mijn beeld, mijn AVI of JPEG of weet ik veel, en dit is mijn alpha. Dus dit gaat net bewegen, net zoals hier, maar hier gaat je letterlijk gewoon zwart op wit krijgen, voor de rest meer niet. En je kunt dat dan doen hier via dit, en kun je dan zeggen layer mask. Kun je een nieuw mask pakken. En hier aan die mask kun je dan bijvoorbeeld, die staat niet op add of subtract, kun je normaal gezien kun je dan je beelden daar nog aan linken. Onrechtstreeks. Kun je ook even opzoeken in het hoe dat juist moet. Ik heb het altijd via PNG gedaan, wat het best kwaliteit is en het smakelijkste. Dus ik hoop dat ik u hiermee kan verder helpen. Als je nog vragen hebt, weet me te zeggen.